rechtstreekse concurrent in het klassement. Voorlopig dan toch. Daar zijn ze, daar is Otanga al een eerste keer. Otanga op de paal! Ja. Grote kans voor KV Oostende met een bal op de paal. Otanga had daar plots alle ruimte. Over alweer zo'n lange afstand. En weer zat er iemand tussen. Dit is ook weer balverlies. Het is niet meer te tellen gewoon. Dit is wel een hele goede bal. En daar is Chevalier nu plots aan. Wel alleen er vandoor. Die moet scoren. Chevalier. Nee, goede redding van Bossen. Ja, ja. Eigenlijk weinig opties. David Otanga. Hier is Shabi. Goede opening van Shabi is dat. Oeh, oeh. En Dossin komt veel te laat. Bossen. Maar hij zit er wel goed tussen. Op dat balletje van Lavi. En nu mag het wel. De voorzet komt. Of gaat hij het in een keertje proberen? Goeie bal. En niet binnen geweest hoor. Nee, nee. Gaan we zo meteen nog eens herbekijken. Maar goede poging daar van op die rechterkant. En hier een eerste keertje. Girassi. Girassi. Het laatst Girassi nog steeds. Girassi. En de redding daar van Bossen. Hoe is die ingevallen? Die Guineer. We kijken naar de hoekschop met Laas, nog maar eens, nummer 5 ondertussen. Goed gedaan, Henderson! Henderson, nee! Chaussé met een geweldige redding nog. Kreeg de bal wel op het lichaam, maar raakt hij er dan nog door. Maar komt dan ook nog Chaussé tegen op zijn pad. Maar kijk eens hoeveel spelers daardoor op. Henderson, geen buitenspel, heeft een beetje ruimte. Daar is Vink. Daar is Vink. Goed teruggelegd. Henderson moet scoren. Nee! Hij legt hem naast. Onwaarschijnlijk. Wat een kans. Girassi is wel goed ingevallen eigenlijk, vind ik. Kijk eens, dat is een prima paas. Oeh, ja, prima poging nog. De helft van een wedstrijd gelijk gespeeld. Als het zo blijft tenminste. Henderson. Dat is goed. Daze. Daze voortrekken. Daar is Otanga, nee, voorzetten en dat lukt niet, nee. Nog steeds niet, onwaarschijnlijk. En dan Osifo ook niet. Ja, ja, goed, daar zijn ze opnieuw. Vink, goed meegegeven. Otanga, geen buitenspel. Daar is Berthe, de voorzet en de goal van Henderson. Daar is het doelpunt. Eindelijk Henderson. En KV Oostende ontploft. Dit is een opluchting waar ze al weken zitten op te wachten. Iedereen recht op de banken, bleef maar op zich wachten. En uiteindelijk is het dan Henderson die hem binnenlegt op aangeven van Berthe, de invaller. Hier Otanga, goed meegegeven. Berthe vanuit een moeilijke hoek. En Henderson op de juiste plek. Ex-eerste klasse. Goeie bal is dit. En met z'n drieën doen ze er nog wat bij. Om de Oostendse feestnacht nog wat glans te geven. Nee, Sossé. Voor KV Oostende. Het is afgelopen. De eerste thuisoverwinning voor KV Oostende is een feit. Ze hebben hard gewerkt de laatste weken. Het was moeilijk en lastig. En het was telkens weer.